De doodsteken voor Nederland en het eindspel. Waarom staat Nederland er zo slecht voor? En gaat het nog slechter worden? Dat hoor je in deze video. Eerst het afraken van God. Wat gebeurt er als mensen in brede kringen van God afraken en hun zoektocht naar het hogere stoppen? Nou, dan komen er grote catastrofen die door hunzelf worden veroorzaakt. Dat is het cynische van de doodsteken die ik zo ga behandelen. Voor de mensen die denken dat het wel meevalt met de goddeloosheid. In 1966 geloofde 47% van de Nederlanders in een persoonlijke God. In 2015 is dat gedaald naar 14%. Wat is de eerste doodsteek? De eerste doodsteek is het steeds meer afstappen van kapitalisme. In 1992 keek Nederland hoofdschuddend naar de Sovjet-Unie met hun centraal geplande economie en communisme. Het land had na 50 jaar socialisme lege schappen in de supermarkt en armoede veroorzaakt door enorme geldontwaarding. Hoe is het dan mogelijk dat Nederland de afgelopen decennia steeds meer socialisme is gaan doen en de overheid ieder jaar steeds meer geld uitgeeft en meer regels maakt? Zonder de coronacrisis mee te rekenen zijn de uitgaven van de overheid van ons kleine landje de afgelopen 8 jaar met 25% gestegen naar ruim 300 miljard euro per jaar. Geld gaat naar van alles en nog wat. Er zijn subsidies voor milieustichtingen, dierenstichtingen, kunstprojecten, gezondheidsproducten, elektrische auto's, samenleving verbindende stichtingen, cultuurstichtingen, etc. Een geinige subsidie is overigens de gratis yogalessen voor illegalen, waar Amsterdammers voor betalen. En er komen steeds meer regels vanuit de overheid. Zo bepaalt de overheid dat jongeren tot hun 21ste op school moeten zitten als ze nog geen diploma hebben. Dat is een enorme vrijheidsbeperking. Ook mag je tegenwoordig maar maximaal 100 km per uur rijden op de snelweg. En niet vanwege veiligheid, nee, omdat de overheid zijn stikstofdoelen wil halen. Die doelen passen overigens in het rijtje van windmolenparken op zee en biomassa-verbrandingsovens. En we hebben nog een overheid erbij gekregen, namelijk de EU. Die bepaalt hoeveel ouderschapsverlof je krijgt, wat de importtarieven zijn van goederen uit andere landen, hoe cosmetica-producten getest mogen worden, hoe banken elkaar moeten steunen, etc. Op alle gebieden zijn er regels. Dat zijn nu de vruchten van centrale planning vanuit de overheid, mensen. Tijdens de huidige coronacrisis treedt de overheid op als hoeder van de mensen en betaalt loonkosten van veel bedrijven. Dat geborgen gevoel dat de overheid voor iedereen zorgt, dat bevalt veel mensen wel. Daarom denken velen dat een basisinkomen met daarbij centrale planning vanuit de overheid een veilige, inclusieve samenleving gaat opleveren. Ze denken dat de overheid de economie kan aanjagen en niet de ondernemers. Dat geld bijdrukken voorspoed brengt en niet geld verdienen. Dat de bureaucraten van de overheid slimmer zijn dan de vrije markt. En dat ze weten hoe ze de economie moeten plannen. Terwijl dat letterlijk het Russisch-communistische model is. En dat heeft nog nooit gewerkt. Er is maar één model dat werkt. En dat is het model waarbij de mensen centraal staan. De mensen moeten vrij kunnen bepalen welke producten ze kopen en waar ze hun geld aan uit willen geven. En dat moet niet de overheid gaan bepalen. Dat model waar de mensen centraal staan, dat heet kapitalisme. Een kleine zuinige overheid en een grote vrije markt. Maar mensen in Nederland denken momenteel anders. Sommige mensen zijn zelfs blij met de grote overheid. Omdat anders gierige kapitalisten mensen gaan uitbuiten. Nou, al is een ondernemer nog zo gierig, hij moet een product maken dat gewild is bij de mensen. En moet dat dus doen voor een goede prijs. In een vrije markt is namelijk niemand gedwongen om een product te kopen. Tevens moet de gierige kapitalist zijn medewerkers goed betalen omdat die anders weglopen. En dat kan ik persoonlijk bevestigen. Ik heb er persoonlijk met mijn ontslag een keer voor gezorgd dat mijn achtergebleven collega's een loonsverhoging kregen. Ik weet dus uit eerste hand dat dat principe werkt.
Vrijwel niemand realiseert zich dat iedere euro die de overheid uitgeeft, moet worden weggehaald bij mensen die ervoor hebben gewerkt. Overheidsuitgaven is gelijk aan belasting, is gelijk aan onderdrukking. Ja, onderdrukking, want misschien wilde die ondernemer wel een uitbreiding doen van zijn bedrijf, maar ziet daar vanwege hoge belasting vanaf. In plaats daarvan bepaalt de overheid waar zijn geld naartoe moet gaan. Bijvoorbeeld naar de zeehondencrash in Pieterburen. In een kapitalistische samenleving is de overheid veel kleiner en handhaaft alleen belangrijke regels in plaats van belastinggeld weg te geven. De legitieme manier van de overheid om geld op te halen is overigens door belasting. De onlegitieme manier is door geld bij te drukken. Dat is de meest achterbakse manier, omdat iedereen denkt dat hij zijn geld nog heeft, maar stiekem wordt het minder waard omdat er veel meer geld in oploop komt. Mensen zien dat niet in. Als mensen in de krant lezen dat de ECB een paar duizend miljard euro beschikbaar heeft gesteld, dan gaat er geen belletje bij ze rinkelen. Ze denken alleen maar, als ze maar niet aan mijn geld komen. Het achterbakse is dat de overheid wel aan je geld komt, maar dat je het niet doorhebt. De totale geldvoorraad wordt namelijk groter gemaakt, waardoor je voor je geld minder kunt kopen. Het prijzenpeil verhoogt niet meteen, maar pas na een tijdje en kan tevens in een visuele cirkel terechtkomen. Want met het nieuwe prijspeil moet de overheid nog meer geld bijdrukken om zaken te bekostigen. Steeds meer en meer, totdat je spreekt van hyperinflatie en iedereen zijn geld waardeloos is geworden. Het gevolg van communisme is armoede en onvrijheid. Dat was altijd en overal het geval. In Rusland, in Cuba, in Venezuela, in Oost-Duitsland en als we zo doorgaan ook in Nederland. Duitsland, dat na de oorlog werd opgedeeld in een kapitalistisch en een communistisch gedeelte, is een groot voorbeeld om te zien waar beide strategieën toe leiden. Maar laten we even stilstaan waarom mensen zo graag een grote overheid willen. Ze kennen namelijk God niet meer en het gevolg daarvan is dat mensen zich onzeker gaan voelen. Daarom wil iedereen een grote overheid die voor alle mensen zorgt. De tweede doodsteek is feminisme. In Nederland krijgt een vrouw gemiddeld 1,6 kind, in Italië 1,3. Wil een volk zichzelf in stand houden, dan moet een gezonde vrouw 3 kinderen krijgen. Dat derde kind is nodig om te compenseren voor al die vrouwen die geen kinderen kunnen of willen krijgen. Komt het gemiddelde geboortecijfer beneden het vervangingsniveau van 2,1 uit, dan heb je een zieke samenleving. In Nederland is men niet letterlijk ziek, maar mentaal ziek. Al tientallen jaren lang wordt op het moederschap neergekeken. In de ogen van het feminisme moeten vrouwen zelfstandig zijn en de competitie aangaan met mannen. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. De toekomst die de overheid daarmee bedoelde was niet die van het moederschap, laat dat duidelijk zijn. Volgens scholen zit het geluk van vrouwen in diploma's halen en daarna werken en niet in een gezin. Het resultaat zien we al jaren. Het Nederlandse volk neemt af en de grootste verantwoordelijken daarvoor zijn de vrouwen zelf. Alleen door miljoenen mensen uit het buitenland toe te laten heeft Nederland kunnen groeien qua aantal inwoners. Moederschap is trouwens meer dan alleen kinderen op de wereld zetten. Je moet ze een geborgen thuis geven, helpen en samen met je man normen en waarden bijbrengen. Dat is waardevoller dan welk werk dan ook. Dat geborgen thuis staat trouwens ook onder druk. 50% van alle huwelijken loopt binnen 10 jaar uit op een echtscheiding. En het merendeel van de scheidingen wordt aangevraagd door vrouwen. Namelijk 70% van alle echtscheidingen. Ook is het aantal kinderen dat buiten een huwelijk wordt geboren schrikbarend toegenomen. Eeuwenlang is het onder de 5% geweest, nu 45%. En dat heeft gevolgen. Zonder vader leren jongens geen grenzen kennen en belanden ze eerder in de gevangenis. In Amerika heeft 95% van de mannen die in de gevangenis zit geen of een slechte relatie met hun vader. En de gelijkheid die feminisme nastreeft wordt nooit bereikt. Want vrouwen en mannen hebben andere interesses. Zo is het aantal vrouwelijke schakers ongeveer 15% van het totaal. Ook in de IT-sector zie je heel weinig vrouwelijke nerds. Gewoon omdat vrouwen vanuit hun natuur aandacht willen en geen interesse hebben om de hele dag achter een computer te zitten. Of het moet voor een vlog zijn waarbij je aandacht krijgt. Al sinds de oertijd profiteren vrouwen van het succes van hun man en worden ze zelf geselecteerd op hun uiterlijkheid en vruchtbaarheid.
Daarom zijn ze veel met hun uiterlijk bezig, zoals met make-up, nepnagels, nepwimpers, nepborsten, nepbillen, botox, hoge hakken, lippen opspuiten, nepwenkbrauwen, etc. In de westerse samenleving draait alles om de vrouw. In iedere film, lied of reclame worden ze aanbeden. Zoals Frank Boeien met zijn Linda, ik wil alles voor je doen. In een film is het heel normaal dat de hoofdrolspeler zijn leven riskeert voor een vrouw die hij nauwelijks kent. Waarom staat steeds de vrouw centraal? Nou, omdat we niet meer zoeken naar het hogere en dus het lagere, het wereldse ofwel het vruchtbaarheidsideaal zijn gaan aanbidden. Vroeger in de Bijbel noemde men dat Baal aanbidden. De derde doodsteek is het groeiend anti-Nederland sentiment door massa-immigratie. De constante massa-immigratie die nog steeds doorgaat, heeft ervoor gezorgd dat de sociale cohesie sterk is afgenomen. Vrijwel niemand zegt nog dat we een volk zijn. Er zijn daarvoor te veel mensen op straat met verschillende normen en waarden. Die verschillen zorgen voor respectloos praten en respectloos handelen. Als de brandweer of ambulancepersoneel wordt bekogeld met stenen door jongeren, dan weet je dat je te maken hebt met andere normen en waarden. In Nigeria is laatst een jongen van 13 jaar tot 10 jaar cel veroordeeld vanwege het beledigen van Allah tijdens een ruzie met een vriendje. Als je dat soort verschillen met Nederland begrijpt, dan begrijp je ook het anti-Nederland sentiment. Kerst is niet divers genoeg meer en moet winterfeest genoemd gaan worden. Sinterklaas is ineens racisme en er zou witte suprematie bestaan, een soort complottheorie, en ook institutioneel racisme. De klagers zijn trouwens altijd dezelfde mensen, je hoort nooit Chinezen of Hindoestanen klagen. Ondanks alle problemen blijft de overheid asielzoekers aantrekken met gratis uitkering, gratis woning, gratis geld voor woninginrichting. Kinderpardons zijn er regelmatig, waardoor ook de ouders mogen blijven. In Amsterdam krijgen asielzoekers die mogen blijven zelfs voorrang op een huis boven Nederlanders met medische of sociale problemen. Als de asielprocedure te lang duurt, dan eisen de asielzoekers dwangsommen. Dit jaar al voor ruim 65 miljoen euro. Door al deze zaken is de aanzuigende werking al tientallen jaren enorm. Asielzoekers willen zo graag Europa in dat de Griekse grens wordt aangevallen door groepen asielzoekers. Maar als we het even op een afstandje bekijken. Opvallend is dat de massa-immigratie begon rond 1970, precies toen Nederlanders massaal God de rug toekeerden. Goddeloosheid zorgt ervoor dat je als volk geen bestaansrecht meer hebt. Iets dat de oude Israëlieten ook steeds merkten. Lees maar eens in het Oude Testament. De vierde doodsteek is de deuggekte. Er zijn milieuactivisten die daadwerkelijk denken dat de aarde onleefbaar wordt binnen 12 jaar als we zo doorgaan. Nu gaan we dus miljarden investeren om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen, zodat het 0,00007 graden gaat schelen in 2030, terwijl China gewoon meer CO2 gaat uitstoten. De woonwijk waarin ik woon staat op een gasbel en daaruit wordt actief gas gewonnen. Nu is het grappige dat er ook nieuwe huizen in de wijk worden gebouwd en die hebben geen gasaansluiting. Want de overheid wil in 2050 geen gas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. En het is nog vreemder als je bedenkt dat de Duitse overheid juist gas promoot omdat het zo'n schone energiebron is. Tevens hebben ze in Turkije net een grote gasbel ontdekt. Hoezo matigt de Nederlandse overheid zich het recht toe om te bepalen dat we geen gas meer mogen gebruiken? Er zijn wel meer dubieuze beslissingen die onze overheid neemt, zoals windmolenparken in zee, biomassa verbrandingsovens of halveren van de varkensveestapel. Je zou wat meer steun verwachten van de media in Nederland om deze onzin buiten de deur te houden. Maar de media praat mee met de overheid. Ze controleren niet meer de zittende macht. Journalisten komen zeer vaak in dienst van een politieke partij na hun baan als journalist. Het NOS-journaal kun je beter staatspropaganda noemen. Toen Tariq Z bij de NOS met een pistool zendtijd eiste, duurde de onderbreking zo lang omdat de leiding van de NOS premier Mark Rutte niet te pakken kreeg. De NOS wilde namelijk weten of het voorval uitgezonden mocht worden. Dat zijn dus geen verslaggevers, die mensen daar. De politieke correctheid, ofwel deugen, is enorm in de media en een andere mening wordt verguisd.
Dit constante opdringen van meningen zorgt ervoor dat er geen tegenbeweging kan ontstaan. En daarom is het een doodsteek. Nou, dat waren de vier doodsteken. Nu de weg die voor ons ligt. Dat deugen, dat gaat niet zomaar weg. Dat feminisme gaat ook niet zomaar weg. Dat socialisme gaat ook niet zomaar weg. Wat gaan de gevolgen zijn? Niets minder dan de totale vernietiging van de Nederlandse samenleving. Op het moment dat geld in een hyperinflatie terechtkomt, en dat gaat het komen, dan is het over en uit. De overheid kan dan steeds slechter zijn mensen betalen omdat geld zijn waarde verliest. De mensen die werken bij de politie, de brandweer, bij de elektriciteitscentrale, bij de waterleidingsbedrijf denken allemaal, waarom werk ik eigenlijk nog? Daardoor gaat er uitval ontstaan en dat steeds meer omdat in toenemende mate iedereen bezig is om aan consumptiegoederen te komen of te werken in hun volkstuintje. Zo'n verzwakte politiemacht, dat draait op goodwill, moet dan een plunderende meute in bedwang gaan houden die ook geen spullen meer kunnen kopen. Nou, en dat gaat nooit lukken. Winkels gaan geplunderd worden, daarna de mooie woningen van rijke kapitalisten en daarna de gewone huizen. Een burgeroorlog is het gevolg waarbij de politie niet thuisgeeft. Duurt zo'n situatie te lang, dan gaan gezinnen op straat leven omdat leven in hun huis te gevaarlijk is geworden door rovers en verkrachters. De overheid zal proberen om met goud een herstad te maken, maar dan moeten we ineens met 17 miljoen mensen rondkomen met 600 ton goud. Wist je trouwens dat Nederland 1100 ton goud verkocht heeft tussen 1992 en 1999? Goud is de afgelopen 5000 jaar het internationale betaalmiddel geweest. Toch wilde Nederland van 2/3 van zijn goudvoorraad af. Nou, moet je horen wat Alois Euromeyer rond 1950 voorspelde. Hij voorspelde, allereerst komt er een wereldse welstand zoals nog nooit tevoren. Daarna volgt een geloofsafval zoals nog nooit. Daarna raken de normen en waarden in verval. Vervolgens komt er een groot aantal buitenlanders in het land. Daarna komt er inflatie, het geld verliest meer en meer zijn waarde, dan breekt er honger uit en gaat men plunderen. In die chaos overvallen de Russen, Duitsland en Europa. Nog voordat het Ruhrgebied wordt bereikt, komen er plotseling 3 dagen duisternis dat alles vernietigt wat buiten het huis is. De Russische aanval wordt daarmee gestopt. Je kunt aannemen dat Euromeyer hier de werking van een neutronenbom of iets dergelijks in een visie gezien heeft. Duitsland zal die waarschijnlijk inzetten in eigen land om een Russische aanval af te slaan. Ze gebruikt daar waarschijnlijk een neutronenbom voor, omdat die beperkte straling heeft. Maar het is wel letterlijk een enorme vernietiging. Hopelijk komen er daarna betere tijden. Tenminste, als mensen weer naar God gaan zoeken. Want anders raakt alles weer in de afvoerput.